Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Op dit moment hebben we hier een mooie doos met een goede inhoud staan. Het zijn allemaal cakes die legaal zijn, dus allemaal van Zena, die ook verkrijgbaar zijn in Nederland. Wat we gaan doen is het volgende en dat gaat echt een hele hoop spektakel opleveren. Dus als je van spektakel houdt, blijf dan sowieso even kijken. We gaan zo meteen even kijken wat we precies in die doos allemaal hebben zitten. Ik heb eventjes alles uitgepakt voor jullie om precies te kunnen zien wat we hebben en wat we gaan doen. Hier hebben jullie de, zal ik maar gelijk groot beginnen. Zena Crackling Chrysanthemum, 2x36 shots, zitten gewoon twee cakes in, zullen jullie zo meteen even zien. Stouter van Marijn, die is uit het assortiment van Stout, Stouter, Stouts. Daar zie je de Blue Wall, een nitraatcake. En die is ook wel gruwelijk, moet ik zeggen hoor. Daylight, hè? Klopt. In ieder geval met blauwe. Die rookgordijnen. Klopt, met blauwe rook. Deze. Dit is echt goede deze. Dus in dit project gaat hij natuurlijk gruwelijk worden. We gaan zo meteen alles hier op projecteren. Ik weet niet of het past, ik hoop het wel. Anders moeten we hem even verlengen. Ja, dan gaan we alles met snelrond gaan we doen. En dan belooft dat echt één groot spektakel te worden. Van mij hoeft het nooit lang te duren als het maar veel spektakel heeft. Hier zie je een geel pot. Ook van Zena natuurlijk, van de nieuwe collectie, de Fluted 500. Ik vind dat geel hoort in een project, daarom heb ik hem erbij genomen. Ja, hier zie je de Oriental 2 van de serie natuurlijk. Dat is van de Oriental serie. Palm Garden, die is van het Palm assortiment. En ik moet je zeggen, ik vind dat ontwerp vind ik echt gruwelijk, man. Dit ontwerp vind ik zo mooi. Ik hou niet echt van die... Ja, van die hippe ontwerpen, man. Ik hou meer van dit soort strakke dingen. Het is gewoon flexie. Oh ja, ik vergeet deze nog. Ik ga hem niet uitspreken voor de mensen die hem kunnen uitspreken. Jongen. Gefeliciteerd. Maar ik ga hem niet uitspreken voor jullie. Foto van de Zena Trophy. Als het goed is. Kijk maar. En die gaat er ook bij van Thor. Deze zal lachen, want deze knalt volgens mij als het goed op in één keer eruit. Kan je nagaan wat er gaat gebeuren als al deze dingen op één groot karton worden geprojecteerd. En tegelijk gaan. Dat wordt een chaos. Ja, het wordt wel één grote chaos natuurlijk. We gaan het even allemaal op karton plakken. En dan gaan we zo meteen naar de stooklocatie. Maar ik zou sowieso zeggen, blijf even kijken. Ik hoop dat jullie zo meteen allemaal even een blauw duimpje omhoog willen gooien van dit project. Het is namelijk €300 aan cakes die we hier tegelijk, ik hoop, en dat is wel ons doel, binnen een minuut allemaal er doorheen weten te jagen. Dus geef allemaal even een blauw duimpje omhoog. Ik vraag er normaal nooit om, maar laat even zien dat je respect heb voor dit project. Dus zoals jullie kunnen zien, is alles hier zo geprojecteerd. We hebben eigenlijk alles verbonden naar elkaar, eigenlijk naar het midden. Zoals jullie kunnen zien. En deze drie cakes, die doen we aan het laatst. Die staan nog niet verbonden aan dat borstje. Maar we wachten eventjes tot we op locatie zijn, want anders is het een te groot pakket om mee te moeten nemen. Valt een beetje op. Het is nog steeds geen oud en nieuw namelijk. En om nu met zo'n ding te lopen is wel tricky. Dus, we gaan gewoon deze drie cakes gaan we gewoon meenemen en dan kunnen we dit gewoon omslaan, dat karton. En dan is het gewoon een doos. Kleuren we er wat jas overheen en lopen we zo en dan gaan we naar de locatie. Ja, en dan gaan we op locatie, dan doen we die drie cakes met die roze lonten, die binden we naar elkaar vast. Ja, dan is het de fik in. En ik ben echt super benieuwd hoe dit is, want ik denk dat dit wel het grootste project is van PTD ooit. Moet je echt zeggen, dit is sowieso het grootste pakket. We'll be right back.
Zo, we hebben hier op een hele mooie locatie hebben we alles even neergezet. Dan gaan we even de rest van de aan elkaar binden. Even, zo. Oké. Okay. Deze gaan we even opleggen. Yes. Kunnen we erachter dat het plek moet zijn. Ja, oké, ik kan wel een beetje recht zetten. Ik wil het raak erom. Weet je wat ik jou zou zeggen? Oh, deze gaat even hier. Ja. Deze gaat sowieso vallen, denk ik. Als ik hem zo laat. Nou. Oh, anders heb ik zo'n flapje erop. Was er nou nog iemand de hond? Het is nu kwestie van fikkie erin. Ja, kijk, zo staat hij al iets steviger. Ja. En dan plakken we gewoon die lont aan elkaar. Ja, doe. Zo, we gaan hem doen. Hier, kijk, het is gewoon buiten geloof dat ik hem niet los krijg. Ja, man, het is echt koud hier. Nou, maak jij eens even begin. Hou eens vast dan. Dus we maken hem nu aan elkaar vast. Die doen we al gewoon een vier zo. En dan is het één geheel, één bundeltje. We zijn best wel opvallend hier doordat ja, we mooi. Staan op een plek waar normaal gesproken niemand komt. Maar nou, toevallig vandaag wel. Even kijken hoor. En dan de laatste twee. Ik heb de fik erin. Ja mensen, hij gaat sowieso aan. Andere camera staat daarachter. Even wachten of er niemand hier deze kant op komt. En dan kan die aan. Weet je zeker? Voor mij wel. Zullen we even filmen? Ja. Alles is afgegaan mensen. Dus. Je was snel gek.